Welkom bij Erfgoed Leiden en Omstreken. Voor de Amerikanen is het verhaal van de Pilgrims een bekend verhaal. Wat veel mensen niet weten is dat ze ook 12 jaar in Leiden hebben gewoond en hier hun sporen hebben achtergelaten. Kom mee naar binnen en we laten het u zien. Vanaf deze plek vertrokken de Pilgrims in 1620 vanuit Leiden richting Amerika. Het kan bijna geen toeval zijn dat precies hier Erfgoed Leiden en Omstreken gevestigd is. Dit gebouw herbergt vele kilometers aan archiefstukken, onder andere het Stadsarchief en het Archief van Kerken. U bent van harte welkom in de speciale Ancestor Booth, waar u onder begeleiding de online database kunt doorzoeken, korte filmpjes over het leven van de pilgrims kan bekijken en boeken kunt lezen. Wilt u de eeuwenoude originele documenten zien? Dat kan. Iedere bezoeker kan een blik werpen in onze schatkamer. We tonen u de belangrijkste stukken. Bent u een afstammeling van een Leidse pilgrim? Dan kunt u een selfie maken met een document van uw voorvader. Groepsbezoeken graag vooraf boeken via onze website. Wilt u Leiden uit 1610 ontdekken? We maakten een indrukwekkende VR-reconstructie. Ook thuis kunt u onderzoek doen in onze archieven. U vindt alle documenten over de pilgrims in onze online database. Wilt u meer weten over lezingen en groepsbezoeken bijvoorbeeld? Kijk op onze website.